wachtwoord vergeten. Wat nu? Nu. Mijn wachtwoord kan ik niet, maar mijn login wel nog. Dat was taster. Wachtwoord niet gekend. Dus ik klik wachtwoord vergeten. Nu komt een scherm. Ik moet mijn mail invullen. Typ mijn mail in. mail@c2.be. Klik op oké. Mijn wachtwoord is blijkbaar doorgestuurd per e-mail. Ik controleer. Inderdaad, ik heb een mail. Ik klik erop. Wat nu? Eens kijken. Ja, ik heb dit gevraagd, dus deze mail is van mij van toepassing. Maar ik moet nogmaals klikken om mijn wachtwoord werkelijk te krijgen. Ik klik erop. Mijn wachtwoord werd doorgestuurd per e-mail. Dat klinkt oké. En inderdaad, ik heb nog een mail gekregen waarbij ik een nieuw wachtwoord heb verkregen. Ik kopieer dat nieuwe wachtwoord, ga terug naar de site. Ik log in met mijn login. Wachtwoord, dat nieuw dat ik verkregen heb. Oké, en ik ben binnen. Maar dat wachtwoord was nogal moeilijk te onthouden. Weet u het nog? Waarschijnlijk niet. Dus ik klik naar mijn profiel. En ik ga naar beneden, want ergens is te vinden. Maar ik... Ha, hier is het. Ja. Gewoon een nieuw wachtwoord verzinnen en een nieuw wachtwoord intypen. Ja, eentje dat ik gemakkelijk kan onthouden. Ik klik op oké. En ik kijk, ja, mijn nieuw profiel is opgeslagen. Ik test het eens uit, login, nieuw wachtwoord. Oké, en joepie, ik ben binnen en ik onthoud mijn nieuw wachtwoord. Dank u wel.